Het Picasso-mysterie gaat over de 11-jarige Storm en zijn beste vriend Jimmy. Samen vormen zij de Blockbusters, een geheim genootschap van twee hele nieuwsgierige onderzoekers. In het Picasso-mysterie vermoeden de Blockbusters dat het beroemde schilderij De Jonge Dames van Avignon van Picasso gestolen gaat worden uit het restauratieatelier van Storms moeder. Vanuit zijn boomhut vangt Storm een verdacht telefoongesprek op van een onbekende man. De man heeft het over Rue de Tocqueville, nummer 84 in Parijs. En Storms moeder mag hier niks van afweten. Vanaf dat moment vraagt Storm zich natuurlijk af, wat is er aan de hand met Rue de Tocqueville? Hun zoektocht naar de dader leidt hen helemaal naar hier, naar Parijs.